Hallo allemaal, welkom terug bij mijn nieuwe video. Ik heb samen met mijn zusje sushi gemaakt. Gevuld met garnalen, kipvingers en surimi. We hebben daarbij ook nog uitjes en avocado en andere dingetjes erbij gebruikt. Dit zijn de dingen die we gebruikt hebben. Dus panko voor crispy, sushi, kipvingers, bosui zien jullie, komkommers. Zo, daar gaan we nu beginnen. We beginnen eerst met sushi rijst klaar te maken, zoals het op de verpakking staat. Je doet 10 eetlepels rijstazijn. Dat ga je dan koken. Deze hebben we gebruikt. Dan doe je er 2 eetlepels suiker bij en dan breng je het aan de kook totdat de suiker helemaal opgelost is. De rijst is klaar. Je doet de deksel terug op de pan en dan leg je het even aan de kant. Zoals jullie zien is de suiker al helemaal opgelost. Zo, dan leg je dit ook heel eventjes aan de kant. En dan ga je alvast de vulling allemaal klaarmaken. Kipvingers en de garnalen gaan we afbakken. En dan laat je het ook even afkoelen. Het is belangrijk dat alles heel goed afgekoeld is. Dan doe je de azijn met suiker bij de rijst. En dan roer je het heel goed om. Nu gaan we de komkommer klaarmaken. Die gaan we in hele dunne reepjes snijden. De surimi kun je ook snijden net zoals je komkommer hebt gesneden, maar je kan het ook heel laten. We hebben sommige zo gesneden en sommige hebben we ook gewoon heel gelaten. En een paar surimis kun je heel fijn snijden, zodat je het later voor de decoratie kan gebruiken. Dan maken we nu de avocado klaar. Het is het beste dat je een rijpe avocado gebruikt, zodat het nog een beetje zacht is en dan ook in vorm blijft als je het in sushi gaat rollen. Snijd de avocado in zo dun mogelijke plakjes en leg het dan ook aan de kant. Als je het lekker vindt kun je ook bosui gebruiken. Wij hebben het heel fijn gesneden, want dat hebben wij op het laatst voor decoratie gebruikt. Alles wat wij in de sushi wouden doen hebben we nou klaargemaakt en dan gaan we zo meteen beginnen.